Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog vrij dikke wolken over Nederland, maar op de Noordzee liggen ook opklaringen voor ons klaar. En dat betekent dat de zon vandaag wel van tijd tot tijd schijnt. Maar ook buien met kans op natte sneeuw, zeker in de ochtend. En in de ochtend temperaturen tussen 3 en 6 graden. Vanmiddag loopt het kwik wat verder op, dan wordt het 6 tot maximaal 8 graden. De hoogste temperatuur in het noordwestelijk kustgebied. Wat opklaringen, nog steeds een paar buien en een matige tot krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Voor vanavond weinig verandering in wind. De buien worden minder actief, de opbelaringen winnen wat terrein en de temperatuur daalt naar een graad of 6. In de nacht, overigens, uiteraard lagere temperaturen tot iets boven het vriespunt om morgen weer op te lopen naar een graad of 7. Een paar buien kunnen er nog vallen, maar er is ook zeker ruimte voor de zon en de wind is redelijk rustig. Voor de dagen die volgen laten we toch een licht wisselvallig weerbeeld zien. Met van tijd tot tijd wat neerslag kan een winters karakter hebben. En de kans daarop lijkt het grootst in het zuiden van het land, terwijl in het noorden van het land de neerslagkans wat minder groot is. Temperaturen rond de graad of 6 en de wind gaat draaien naar een oostelijke richting. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.